De lange rechterstukken zijn een tweetal hairpins ingebouwd voor het spektakel. Vier kandidaten, acteur 1, Koen Vink. Hard en te plaatsen in de categorie 10 plus met een griffel. Koen Vink. Machtig spektakel van de Subaru-rijder. En wat een tijd. 1:16:02. De problemen met de Subaru lijken te zijn opgelost. En dat belooft straks wat als Patrick Snijers in deze auto plaats gaat nemen. Die al gaat uit zijn dak met Koen Vink. Prachtig. Dan kandidaat nummer 2, Bert de Jong. Ze hebben van tevoren nog niet op het ijs gereden. Dit is dus de eerste keer. En ook Bert de Jong laat zien dat hij een aardig potje kan sturen en aardig wat lef heeft. Bert de Jong op weg naar de finish. Laatste herpinnetje en de Jong valt stil. Oeh, verliest hier tijd. Verliest hier zo'n 3 seconden. En komt uit op een tijd van 1:21:04. En zonder die 3 seconden was hij toch heel dicht in de buurt gekomen van Koen Vink. Maar hij haalt dat niet. En dan Mr. Rallyrijder Nederlands. Erik Wevers met de Toyota Celica GT4. Maar ook hij verliest in de laatste bocht weer ietsjes en komt uit op een tijd van 1:22:09. Erik Wevers, 300 pk onder de kap met een auto, gebouwd in 1994. En daarmee wint hij op dit moment in Nederland rallies. Dat is knap. En dan België, Patrick Snijers. De auto is goed. Wat doet Snijers? Richttijd 1:16:02. Hey.
man in een auto en hij gaat er gewoon hard mee. Prachtig, Patrick Snijers. Waar komt hij in de buurt van Koen Vink? 1.16.2. 1.16.2 voor Koen Vink. Snijers haalt het niet. Hij komt op 1.20.4 en dus gaat de winst naar Koen Vink. Voor Patrick Snijers, Bert de Jong en Erik Wevers.